dames en heren, bij Rollercoaster Tycoon 3 een hele speciale aflevering. Want we hebben vorige keer het spookhuis helemaal gemaakt. Ook een klein deel ingericht, maar wat jullie niet hebben gezien is dat ik het verder heb ingericht. En in deze aflevering gaan we dat zien. Gaan we eigenlijk een ritje maken in een onderrijd video in dit spookhuis. Dus zet je schrap. We zetten hem. Ik ga even de settings nakijken. Een minimale wachttijd van 15 seconden. We zetten hem aan, ik ga in het karretje zitten en dan wensen wij elkaar heel veel plezier in dit spookhuis. Het ziet er echt fantastisch uit. Ik ga nu ook voor het eerst ook samen met jullie dit ritje doen. Ik heb het zelf nog niet eens gedaan. En het ziet er wel leuk uit zo. Ik vind het wel een beetje een kermisidee. Het is ook eigenlijk een kermisspookhuis. En het is heel apart om dat te plaatsen in mijn park. Maar hij mag best wel gaan nu. Ik vind het wel super gaaf uitzien. Die foto's en gewoon de hele... Custom Scenery Pack is fantastisch vormgegeven. Echt, echt heel gaaf. Het zijn iets van 6 packs in 1. En die horen allemaal bij die pack samen. Het is ook leuk dat hij nu vertrekt, terwijl hij dat niet doet. En ik had zoiets van, wat heb ik verkeerd ingesteld? Moment. Want je moet namelijk iets instellen wat ik ben vergeten blijkbaar. Vertrekken wanneer er een andere trein binnenkomt. Dat ga ik maar eens even instellen. En dan denk ik dat we gelijk vertrekken als we erin gaan. Ja. Beugels mogen dicht. Absoluut. Er is helemaal niks mis mee. Kom op. Ik wil een ritje. Kom op. Hallo? Ik wil een ritje. Kom op. Ja, daar gaan we. Yeah. Oeh, die deuren zijn verkeerd gedaan. Ga ik nog fixen. Komt goed. Oh, yeah. Dit is toch creepy, of niet? Zie je me genieten? Nou, die deur gaat nog niet open, dat moet ik nog fixen. Wauw. Wat vind ik dit gaaf. Echt fantastisch. Echt heel leuk. Dus dit is een goed gekut spookhuis. Ik ga nog even dat fixen dat die deur open gaat. En dat kan natuurlijk waarschijnlijk nu niet meer. Of kan dat wel, omdat het dak eroverheen zit, denk ik. Dus het dak moet even verwijderen. Dan kan ik er zo weer op zetten hoor, is helemaal geen punt. Jullie dachten dat het heel veel werk was, maar het is gewoon één pack, zeg maar. Deze deur moet open gaan op het moment dat het karretje daar is. Of daar. Wacht, ik doe maar wanneer die daar is, dat het deurtje open gaat. Even testen of dat goed gaat. Ja, prima. En in het begin moest ik ook nog even oplossen, want dat ging ook nog niet helemaal lekker. Wanneer die deur daar open ging. Even kijken hoor. Dat is deze deur hier. Wat een gedoe, hè. Wat een gedoe. Als het goed is, moet hij het gewoon gaan doen hoor. Nou, we hebben hem uitgezet, de attractie. En het dak gaat er weer op. Dan ga ik even naar de keisterbaan. En dan moeten wij de... Het is allemaal Duits, dus leer je ook nog eens wat Duits in deze aflevering. Alsof je dat wilt. Ik heb er niet om gevraagd, Vincent. Het is al goed. Ik ga kijken waar het bij staat. Het staat volgens mij bij het... Leiter? Nee. Wand? Nee, ook niet. Die wanden niet. God, ik heb het net al... Ik had het net opgezocht. Dag. Dat is dak. Dag. En dan plaatsen we hem er zo op. Als het goed is,
goed erop zetten zo. Hoppakee. Zo, dat is het dak. En die staat er nu op. Ik vind het heel gaaf hoor. Echt heel leuk. Ik vind hem ook een leuke plek hebben, vind je niet? Ik vind het schitterend. Nou, hier staat de Dark Ride, dus het spookhuis eigenlijk. Op de nieuwe plek. Dus dan hebben we nog een Dark Ride eigenlijk daar. Want het hele park bestaat eigenlijk best wel veel uit Dark Rides. We hebben alleen hier nog een plek waar we nog wat kunnen bouwen. En we hebben natuurlijk het nieuwe plekje dat we hier wat kunnen bouwen. Want ik ga eventjes kijken of we deze... dit gaan we gewoon weghalen. Het is voor werk geweest, ik weet het. Maar het valt ook alweer mee, want er zijn ingewikkeldere structuren. Dit ga ik natuurlijk niet heel de aflevering doen, want dat doe ik allemaal achter de schermen. Wat jullie waarschijnlijk ook nog niet wisten. Het is dat ik dus heel veel dingen weghaal en sloop en bouw af en toe. Terwijl ik niet opneem. Want het is natuurlijk niet leuk om naar te kijken. Ik bedoel, je ziet mij altijd klikken en ik moet echt heel veel gaan klikken. Wil ik het hele gebouw wegkrijgen. Want dit gebouw gaat dus helemaal weg. En dan ga ik gewoon wat nieuws plaatsen. Want die giga-achtbaan moeten we wel gaan houden, vind ik. Dat vind ik wel een hele leuke. Maar we hebben al een spookhuis. Dus dan vind ik zoiets van... Ja, twee spookhuizen is gewoon niet nodig. En ik had een keuze, want ik kon zeg maar een dark ride doen op die manier. En ik kon zeg maar ook gewoon een fantastisch ouderwets spookhuis. Nou, ouderwets. Het is best wel gaaf gedaan. Met ook acteurs erin natuurlijk, zoals je zag. De zombies en zo. En dan vind ik het onnodig om dan... Ja, zo'n heel groot, niet eng spookhuis. Want dit vond ik wat minder eng, dit spookhuis. Het was groot, waardoor je eigenlijk door kamers ging. En het was eigenlijk heel lastig om dit te maken. Ik deed eigenlijk iets maken wat ik had een idee en dat is niet mooi geworden. En daarom verwijder ik het. Ik ga niet heel de video dit verwijderen. Maar ik laat gewoon zien hoe het is opgebouwd. Je ziet hier de scène is onder de grond gebouwd. Want we hebben het land verhoogd. Dus sowieso wanneer ik dit allemaal weer weg heb gehaald in... Als ik de video stop, zeg maar, dan ga ik dit vlak maken. Ga ik wel even een mooi berggedeelte van gemaakt. En dan gaan we de achtbaan ook een beetje aanpassen, zeg maar. Dus dat wordt heel grappig. En vet, hoop ik. Want ja, die muren, dat is echt allemaal lelijk. Het past niet bij het park. Achterin, nee, zo'n, ja, nee. Dus we hebben wat overzicht nu. Ik kan misschien hier wat gaan thematiseren nog met bomen. Want hier is nog een beetje kaal. Ja, laten we dat eens gaan doen. Dus ik ga eens even opslaan. Want we hebben weer een dingetje gebouwd. En dat is altijd het veiligste, hè? Dan ben je altijd veilig. Als je het opslaat, dan weet je zeker van... Mocht het vastlopen, je hoeft niet te vloeken of niet te schelden. Tegen jezelf of tegen het spel. Je kan gewoon lekker het laden. En... Ik ga eens alles aanzetten, al die thema's. Dan kunnen we namelijk heel veel bomen kiezen. En ik wil ook weer wat gaan doen met deze set. Dat hebben we namelijk gebruikt. Die stenen hebben we gebruikt in het water hier. En ik denk als we dat terug laten komen op het land, dat het ook wel heel erg leuk eruit gaat zien. Douche. Ik ga eens even kijken. Wat is dit? Wat is dit? Dat heb ik ook daarbij gebouwd. Ik weet niet waarom. Voor mij ging die achtbaan, was het eerste idee om die achtbaan hier doorheen te laten gaan. Nou, dat is dus dat idee is niet uitgevoerd zoals je ziet. Dus dan haal ik ook dit idee weg. En soms heb je wel eens objecten waar je niet doorheen kan bouwen. Dat is irritant. Maar dit is gelukkig geen problemen mee. En we gaan eens kijken of we wat grotere builders kunnen pakken. Zo, dit is een grote builder. Zo. Dan kunnen we wat niveaus gaan maken, wat naar boven toe. Zo. En misschien kunnen we dadelijk ook... Nou, een watervalletje gaat misschien wel lukken. Maar dan moeten we het echt heel lelijk gaan maken. Nou ja, heel lelijk hoeft niet per se. We kunnen het doen, een watervalletje hier. Ik bedoel, dat hebben we nog niet gedaan in het park. Ik vind het goed. Een watervalletje. En ik vind dat zo verschrikkelijk om met watervalletjes te werken. Omdat het er gewoon echt niet uitziet in het spel. Dat mag ik echt eerlijk zeggen. Maar ik ga het gewoon eens laten zien hoe het eruit ziet. We maken dus zo min mogelijk. Dus ik doe, ja, dit moet wel. Deze hoogte ongeveer. Nou, stel je voor, dit gaan we een beetje omhoog doen op die manier. En dan... het watervalletje moet dus eigenlijk vanaf deze kuil... naar beneden komen. Dus we vullen dat. We klikken op die en die. En alsjeblieft het watervalletje. Nou, natuurlijk ziet het er echt ugly uit. Maar dat gaan we natuurlijk mooi maken, hè? Dat snappen jullie ook wel. En vanaf daar ziet het er zo uit. Ik vind het mooi, maar hoe gaan we dit aankleden? Kan ik alsjeblieft geluid wat zachter zetten? Ik moet dadelijk echt naar de wc van dat geluid van die waterval. Dit moeten we mooi gaan maken. Dus ik ga nog even die hoekjes ga ik even met elkaar verbinden hier. Zo, daar moet ik heel erg mee uitkijken dat ik...
Als je dit waterlichaam aanpast, worden er automatisch één of meerdere watervallen verwijderd. Nou, dat willen we dus niet. Maar die lelijke bomen staan hier ook op. Nou, lelijk zien er wel netjes uit op zich. We moeten uitkijken dat we de waterval niet heel erg veel aanpassen. Want dan gaat die ouwe hoeren van, ja, we gaan je waterval weghalen. Als je te veel eraan gaat etteren. En dat mag niet. Ja. We moeten het even op die manier doen, mensen. Kijk hoor. Kijk, dit grond gaan we natuurlijk mooi bedekken. Dat het een beetje mooi eruit ziet. En we gaan dit ook wat hoger maken. Oh, er komen ineens wat dingen boven water. Wat stukjes grond, zie je dat? Of van die platen. Nou, die kan ik dus niet verwijderen. Heerlijk rollercoaster, wat fijn met het omhoog. Het mooi maken van het gebied. Prachtig hoor, heel super mooi. Ja, zeur niet zo over dat watervalletje. Graag of niet? Zo. Huppakee. Nou, dat ziet er mooi uit. Nat. Stomme ding hier onder de grond. Kan het ook niet weghalen? Kan ik het selecteren? Als ik het zou selecteren, dan ben ik gewoon gelukkig. Nee, ik ben niet gelukkig. Jammer. Ja. Hier gaan we het dus een beetje mooi maken. Nou, dat is het voordeel van custom objecten. Dat je zeg maar... Oh, die rotsen hè, moeten we weer pakken. Waar staan de rotsen? We hebben nog meer. Wat is dit? Fisherman Enchanting Forest. Ik ga het eens plaatsen. Ik wil weten wat het is. Wow! Ground cover. Wow! Dat zijn de nieuwe objecten die ik heb gedownload. Oh, dat ziet er nog helemaal niet zo slecht uit. Fallen leaves. Oh, wat schattig. Het is herfst. We kunnen het zelfs herfst maken in de game. Boulders. Nou, dan gaan we eens even kijken hoor, hoe we deze boulders gaan aanpassen bij deze waterval. Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij deze buildershit. Het gaat in het begin heel lelijk uitzien, dus ik waarschuw je vast van Vincent, wat doe je ons aan? Waar laat je onze ogen naar kijken? Maar dat gaat dadelijk allemaal veranderen. Als je gewoon even geduld hebt, dan gaat het er heel leuk uitzien. Dat hoop ik dan tenminste. Dat ga je zo allemaal zien. Ik ga gewoon wat dingen proberen. En wie niet waagt, die wint niet! Ha! Zo! Nou, dit ziet er al iets beter uit dan dat het standaard is. Dit zijn te grote stukken. Maar die grote builders moet je gebruiken juist voor deze gebieden. Kijk hoor. Kijk, nu komt er wat vorm in, jongens. Nou, als je het wat realistisch ziet, dat het ding zo van het water komt, hè. Dan pakken we nog een builder. Hier zo. En die builder zetten we een beetje... Even kijken waar we hem makkelijk kunnen neerzetten. Ik denk niet dat hij... Nou, dit begint er al beter uit te zien. We hebben ook wat gras wat erop kunnen laten groeien. Maar dat is nog nu niet echt nodig. Maar ik heb gewoon één grassprietje erop gezet. Want het ziet er best wel chic uit op die manier. We hebben nog een beetje een grote builder set. Even kijken hoor. Want hier hoeven we niet zo grote te gebruiken. Dus we gaan naar de builder 3B bijvoorbeeld. En dan ga ik die hier even kijken. Een mooi plekje. Als je dat weer die neerzetten zal. Die gaat erop zal. Ja, dit ziet er beter uit. En dan wil ik nog een kleinere. Ik denk 1C of zo. We kunnen misschien hier inzetten. Kijk. Dit ziet er in ieder geval iets beter uit. Al vinden jullie niet? Ja! Mooi. We kunnen het natuurlijk nog leuker maken. Dat ga ik nu ook proberen voor jullie. Met wat stenen er ook bij dadelijk. Die stenen zitten gewoon vast in de grond. Logisch. En kijk of we even een laagje kunnen aanpassen dat je zeg maar... Nee, dat gaat niet worden. Het is al zo'n klein dun laagje. Ja, dit is even etteren hoor. Even etteren met de resource pack. Met het resource pack, met de texture pack. Nee, dit wordt hem ook niet, hè? Nee. Ja. Het laagje is al zo dun. Nee, dit gaat niet worden. Het moet via die manier. Maar je kijkt erop via deze kant. En zo ziet het wel echt fantastisch uit. Zo. En dan ga ik hem hier ook eentje plaatsen zo. Kijk eens jongens, dit gaat er al leuker uitzien. Ik vind het leuk om zelf te thematiseren.
om jullie even lekker te laten zien en te genieten wat ik doe in het park, hè. Zo. Kijk, die lagen die komen gewoon naar onder zo. En die koppelen gewoon aan elkaar zo. Die lopen gewoon over in het terrein. Ik kan ook allemaal rots hier gaan doen, maar ik weet niet hoe dat eruit ziet. Ik denk niet dat dat heel netjes eruit gaat zien, dus ik kan hier nog wel een rotje plaatsen, denk ik. Zo. Klein rotje in de hoek en hier ook nog even een kleintje in het hoekje zo. En misschien hier nog een kleintje tegen de wand aan. Dan pak ik even de bol de small. Hebben die ook? Ja. Zo. Oh, die zie je niet eens. Misschien kunnen we hem erop leggen. Juist. Dat willen we hebben. Die stenen moeten erop liggen. Kijk. Lijkt net drollen. Hè? Als je snel kijkt, lijkt het net poep. Drolletjes. En deze grote moeten we misschien er bovenop hebben. Misschien is dat wel gaaf. Kijken hoe we dit een beetje netjes gaan plaatsen. Oh, dit ziet er leuk uit. Ja, zeker weten. Definitief hebben wij het leuk aangepakt hier op deze manier. Kunnen wij hier misschien ook nog verder maken? Ik weet niet hoe dat eruit gaat zien. Oh, dat ziet er nog zeker nog niet zo slecht uit, dit joh. Ik denk dat ik een klein beetje verder bouw met die stenen. Pakt wel leuk uit. Oh, dit ziet er echt... Nou, dat wordt te druk. Ik ga deze weghalen. Ja, jullie zagen het ook al. Dat wordt iets te druk. Misschien kan ik hier nog een laagje doen. Kijk hoor, hij moet natuurlijk al in de grond vallen. En dan moet hij daar dat hoekje ook even opvullen. Zo, kijk. Leuk. Hier misschien ook nog een beetje. Nou, ik vind dit er fantastisch uitzien. I hope you too. You too like it too. Natuurlijk even het dingetje even mooi afronden hier. Zo. Misschien kon hij een beetje verder naar die kant zo. Ja, dat kan op zich wel. En natuurlijk ook gelijk even dat... Oh, mijn televisie. We moeten gelijk dat lelijke ding hier moeten we even weghalen. Dus ik ga hier gelijk even een andere boord eroverheen doen. Even wat steen of zo. Nee, die steen is te klein. Moet echt een grote laagje. Wow, dit is echt een huge... wel in één keer klaar, zeg maar. Kijk, huppakee. Die moet je ook gebruiken, denk ik, ook voor die builders. Kan je gewoon lekker plaatsen. Maar het is jammer dat ze allemaal schuin liggen. Ja, deze ligt vlak. Kijk, daar zou je inderdaad wat mee kunnen doen. Zou je in principe dit mee kunnen doen, bijvoorbeeld. Maar dat ziet er niet heel mooi uit, vind ik zelf. Sowieso vind ik het mooier als het overgaat naar... Maar dit zou wel kunnen trouwens, dit. In het water. Hè? Laagje voor laagje? Nee, te veel. Het wordt te veel. Too much. Oké, we gaan nu de boompjes doen hier. En eens even kijken, wat voor boompjes kunnen we gebruiken? Hebben we nog een speciale short dat we zeggen van, nou, dat moet er zeker in staan. Ik doe meestal allemaal wat aanklikken. We hebben bijvoorbeeld de Aspen Tree. Dat is een hele vrolijke boom. Kijk eens, als je hem ziet, dan lach je toch kapot. Hartstikke vrolijke boom. En dan kijken we verder naar de... Scare Actors, die staan tussen de bomen. Oké, grappig om... acteurs in een categorie bomen te plaatsen. Heel apart. Nog wat vrolijke bomen. Gewoon een mooie kleur hebben die trouwens. Dat bedoel ik ermee te zeggen. En dan hebben wij nog een paar bomen. Ja, het is ook een mooie set. Die Fisherman Enchanting Forest. Die heb ik nieuw gedownload. En dan kan je zelfs vlindertjes kan je laten zweven en zo. Of laten vliegen. Dat is echt fantastisch. Je kan ook kijken op het forum bij ons, hè, dat weet je. Er staan namelijk meer parken van meerdere mensen. En Stef is bijvoorbeeld eentje daarvan. Die heeft een park gemaakt op ons forum. En als je gewoon registreert, dat is allemaal gratis. Dan kan je gewoon kijken wanneer die een update plaatst. En dan kan je oordelen of je het leuk vindt of je het mooi eruit vindt. Je kan tips geven. En dat geldt ook voor mijn park en nog andere parken. Want er zijn heel veel mensen die hun park neerzetten op ons forum. Ook Rollercoaster Tycoon 2 wordt zelfs getoond. Dus dat is echt leuk om even te kijken hoe het eruit ziet. Of het een beetje gezellig is.
Nou, ik vind het er heel leuk uitzien zo. Het ziet er al leuk uit. Ik moet nog wel bosjes gaan toevoegen en bloemetjes. Ik kan even kijken of we bosjes hebben. Kan ik even dit uitzetten zo. Er komen als het goed is de bosjes in zicht. En dat zijn deze gele struikjes. Mogen we ertussen plaatsen? Ik doe die gewoon een beetje random plaatsen. Dat vergeet altijd heel vaak mensen. Van die struikjes moet je er altijd tussen doen. En hier nog wat groter struikje. Daar mag je best wel wat van plaatsen. Zo. En hebben wij nog meer struikjes die we kunnen plaatsen? Nee. Dit was het wel. Ja, dit moet ook nog een beetje opvullen hier zo, hè. Een beetje plantjes doen nog. Zo. Nou, de volgende keer gaan we zeker verder met het gebied nog even. Dan gaan we nog even afbouwen. Ik hoop dat jullie een leuke video vonden. En vergeet vooral geen like achter te laten. En vergeet niet te abonneren. Dat kan in het midden van het scherm. En ik zeg jullie vaarwel. En tot de volgende Rollercoaster Tycoon 3 video. Later!